Knielen, Shushu. Liggen, Shushu. Bravo! Bravo! Juffrouw Anne? Monsieur. Dag, Wannes. Zo, monsieur, ik zie dat uw schouder genezen is. Min of meer, ja. Ik hou je aan uw woord. Wannes? Mooi zo. U moet me dat trucje eens leren, monsieur. Later eens. We gaan vandaag weg. Weg? Ga je naar het land? Nee. Ik ga mee met Wannes. Misschien vinden we de weerwolf wel. Ik ga mee. Ah, nee. Nee, nee. Natuurlijk. Nee, ik ben er tegen. Het is te gevaarlijk. Iemand die kan schermen kunnen we best gebruiken. Laat me niet lachen. Als het erop aankomt, dan kan je met zo'n slakkensteker niks beginnen, maat. Oh, maar ik kan schieten ook. Kijk. Zie je die tak? Hey, nee, niet doen, dan horen ze ons meteen. O ja, dat is waar ook. Laat haar thuis, maat. Je hebt er niks aan narigheid van. Zie je nou die kleren? Zie je ons dan lopen met zo'n saletjongen op een prinsenpaard achter ons aan? Ja, dat kan natuurlijk niet. Die kleren moeten uit. Heb je niets voor haar, Wannes? Maar ik heb thuis nog wel zelf wel wat oude spullen. Goed, prachtig. Ga die dan maar halen. En laat je paard op stal. En breng zoveel mond voor haar mee als ze dragen kan. In orde. Goed zo. Wel? Ben je klaar? Maar, Anne. Anne? Die laten we thuis, dat zei je toch zelf? Oh. Dat is niet netjes, maar we moeten ze kwijt. Jos, wat zal ze gezicht zetten als ze ziet dat de vogeltjes gevlogen zijn? Anne. Ah, jullie dachten die domme gans is flink in de maling te nemen, hè? Leugenaars. Bedriegers! Ten aanval, Wannes! Ja. Oh, laat me los! Schurk hem dan! Piet, laat me los! Thank you.
Hij is het. Wie? Wat? Die forse kerel daar. Kom aan, erop af. Fabian! Wat doen we nu? We kunnen haar zo niet achterlaten. Jij kent de streek beter. Is er geen boerderij in de buurt waar ze kan verzorgd worden? Een boerderij niet. Wel een herberg. Mevrouw Melle en haar kind? Wat betekent dat allemaal? Ik ben blij dat hij die sloor kent, maat. Ik wou niet vragen om haar onderdak te verschaffen. En voor dat kind te zorgen. Ons heer zal je ervoor belonen. Ja, belonen, belonen. Maar betalen, vriend, hè? Betalen, dat is wat anders. Betalen? Maar als je ervoor betaald wordt, dan is het geen werk van barmhartigheid meer. Wees moesjes, vriend. Boter bij de vis. Van wie is die vedel? Van mij? Kan je erop spelen? Mooi, mooi, mooi. En je kameraad, wat kan die? Worstelen. Mooi, mooi, mooi. Vanmiddag hebben we hier een schuttersfeest. Als jullie de gasten amuseren, dan kan zij hier blijven. Even, wacht eens even. Het is toch geen zaak voor de balu, zeker? Hè? Wat is er met haar gebeurd? We hebben haar zo gevonden, in haar huis. Als ze meer bijkomt, kan ze meer over vertellen. Dan kan je nog altijd naar de balu, als het nodig mocht zijn. Dat treft. Ik ga vanavond naar de stad bij mijn zuster en dan kan ik even bij de balu aanlopen. En wat gebeurt er dan vanmiddag? Pataboem en ik zullen zorgen dat je schutters hun buik vol hebben en hun beurzen leeg. Ik heb de eer en de genoeg u te stellen voor
le grand et formidable Pataboom! De sterkste man die bestaat op de hele wereld. Willen twee sterke mans hier komen om te meten kracht? Ja, kom! Kom! Ah, ja, ja, ja! Mesdames, messieurs, Pataboom zal trek vooruit de twee sterke mans in het publiek. Klaar? 1, 2, 3. Ja! Geef hem ons een Pataboom, Pataboom. Maak er raak van. Beste vriend, ik had er moeten omdenken dat een edele man zich best met edele wapens verdedigt. En wat die edele wapens zijn, nobele heer? De degen. En ook de kruisboog natuurlijk. Oh. Mesdames, messieurs, Pataboom zal u nu aanbieden het grootste schouwspel van een degengevecht tussen twee meesters. Plaatsen maken, plaats! Nooit gezien, nooit gehoord. Helaas, mesdames, messieurs, wij arme artiesten ook moeten eten. Daarom zal ik u geven mijn hoed, als hoed vol geld is. Dan zal Pataboom u tonen zijn grote schermkunst. Ja. Monsieur, en garde! Oh!
staat uitstekend met een degen om te gaan. Maar ik zal de lachers een staartje van mijn schutterskunst geven. Een beetje meer pap hebben, jongen. Pap hebben. En jullie daar, alleen nog onder een vent hier en zet hem een appel op het hoofd. Maak dat we wegkomen. Krabbelen maar! Krabbelen maar, mensen! Van de weerwolf. Hoe weet je dat? Hij was erbij toen ze jou overvallen hebben. Hij had zogezegd niets gezien? Ja, dat is ook zo, maar... Maar toen Anne en ik jou vonden, toen kwam hij eraan. En hij had een paard bij zich. Ik zou gezworen hebben dat het jouw paard was. We zullen hem eens aan de tand voelen. Nee. We moeten goede maatjes met hem worden. Je hebt gelijk, boef zoekt boef. Misschien brengt hij ons wel bij zijn baas. Hé! Hey. Ja, maat, we komen. Waarom verstop je? Ik wil niet gepakt worden. En bedankt voor de hulp. Niks te danken. Denk je dat ze achter ons aankomen? Wat dacht je daar wel, Padabon? Maar dat is... Dat is een bom duiten waard. En hoe zit het met jullie poen? Geen rode duit meer, maar... Sst, weg toe. Ze zijn weg. Ja, maar hou je gedekt, maat. Jij was er het dichtst bij. Hoezo? De halsketen. Zullen we denken dat jij ze gegapt hebt? Als de zaken zo staan, geef ze maar aan mij. Nee, dat zou je wel willen, hè. Ja. Maar omdat jullie mij uit de pekel hebben geholpen, zal ik iets voorstellen. Willen jullie wat verdienen? Als het werk niet te moeilijk is, ja. Werken? Nee, jongen, nee. Ik ga eens kijken wat er in de waard zijn spaarpot zit. Doen jullie mee? De helft voor mij, de rest voor jullie. Ik doe mee. En jij? Goed. Vanavond hier, een uur voor zonsondergang. Hier. Intussen ga ik eens kijken wat ik hiervoor kan krijgen. Wat geef je ervoor? Weet ik veel, neus. Laat eens zien. Het blazoen van de Mordaansneus. Moeilijk vanaf te geraken, zwijt en zijt bekend. Graag je voor. 500 ducaten. 10. Maar ben je belazerd, Goliath? De zuiver goud is toch meer dan 500 ducaten waard? 20 ducaten, omdat je hem vindt. Maar Goliath is toch veel te weinig? Dus diefstal? 20 ducaten en geen duit meer. Waar heb je het gehad? In de Wildeman. Waar vanavond die kraak moet? Ja, er was een feest van de boogschutters van Sint-Andries. Heb je geen last gehad? Hoe zit het met het geld? Ik vraag of je geen last gehad hebt.
Ik zorgde dat er wat herrie kwam om het halsnoer te kunnen grappen. Toen zat ik in de rat. Maar een spelerman en zijn maat hebben mij geholpen. Ze doen vanavond mee met de kraak. Oh, vlotte gabbers. Wees maar voorzichtig voor die kerels neus. Of de weerwolf kraakt jou. Wat die fit is. Ja, maar hoe kan het ook anders met die moeder zo wie u, madame? Oh, monsieur le baron. Tjup. Gezondheid. Och, dankeschön, madame. Über Gesundheit gesproken, monsieur. Ik had wohl den Eindruck, dat u niet geheel in Kondition was vandaag. U sind doch nicht krank? Ja, ich meine, sieg. Sieg, Jean sieg, mein enfin, Monsieur le Baron. Jean ist net zoals u. Sterk en gezond, als een os. Wat? Oh, pardon. Mijn gezondheid is uitstekend, monsieur, dank u wel. Maar mijn humeur is verschrikkelijk. Ik werd namelijk bestolen. Ach, de schurken. Je gouden halsketen? Ja, mijn halsketen. Ik was er erg aan gehaagd. Het was een familiestuk. Ik was uitgenodigd op het schuttersfeest van Sint-Andries. Er was daar een speelman met zijn vrienden. Hippeldie, hippeldie, hopsakkes. Zeg me waar de dief nu is. Als hij vandaag maar naar zijn zuster gaat. Hij doet het iedere vrijdag. Hier! Hé! Hey. Hij is weg. Twee vliegen in één klap. Je kan Mordant gelukkig maken met zijn halsketen. En ervoor zorgen dat de waard niet bestolen wordt. Twee goede daden ineens. Laat hem met rust. Ze met rust laten? Maar dat je ook kent me. Hij is van de bende van de weerwolf. Ze hebben alles gestolen. Oh, je kop jij, hoor. Laat me met rust. Ze kennen, ze moeten eruit. Ze moeten eruit. Ah, hey, hey, wat is het allemaal? Kan je niet wat kalmer zijn op de trap? De schurk. Ik krijg haar. Hey, rustig aan, rustig aan. Ga naar Melle, ik hou me wel bezig met het galganaas. Hij heeft de kans. Ik heb je laten gaan. Ik heb gemene jongen, hij knudde. Eerst schapt hij de halsketen van Jean en dan verknoeit hij mijn goede daad. Heb je ze nog? Oh, je hebt ze verkocht.
Voor 20 dukaten, zei je? Hoor je dat knudden? Ik heb niets gezegd. Nee, je zegt niets. Het zal er niet om beteren. Je was belust op blinkend goud. En ik straf je voor. Met de stem van een kraai. Waar heb je die vandaan? De neus heeft hem me gegeven. Hij had berouw en wou het weer goed maken. Dan zullen we maar aan zijn wensen voldoen. Geef ze maar aan vrouw Melle. Dan is hij de eerste tijd al vastgeholpen. Dank u. Dank u. Ik ben zo terug. Je kunt niet krassen. Leer nu ook maar vliegen. Onmogelijk. Onmogelijk.